Hallo, overweeg je om coach te worden? Misschien maak je dan ook zorgen, net zoals heel wat anderen, over het praktische aspect daarvan. Hoe begin je daaraan? Hoe bouw je een eigen praktijk uit? Welke keuzes maak je? Welke locatie ga je kiezen? Heel wat zaken die erg belangrijk zijn om ervoor te starten, zorgen dat jij succesvol kan starten als coach. Heel veel vragen waarop we jou graag helpen een antwoord te vinden. Vandaag ga ik in gesprek met Hervé Darmon. Zij is coach bij Better Minds Coaching en heeft ook een opleiding gevolgd bij Better Minds Academy. En Hervé deelt graag haar ervaringen met jou en geeft je graag ook een aantal nuttige tips en tricks mee om ervoor te zorgen dat jij succesvol kan starten als coach. Hervé, jij bent onlangs opnieuw gestart Ja, als coach. klopt. Licht je die keuze even toe? Ja, ik heb inderdaad enkele jaren geleden al als coach gewerkt, ook via Better Minds. Ik was toen vast in dienst bij mijn huidige werkgever van toen, mijn toenmalige werkgever. We hadden een partnership met Better Minds om op die manier loopbaancoaching te kunnen aanbieden aan onze klanten. Nu ben ik op een bepaald moment, dat is ongeveer een anderhalf jaar geleden, ben ik aangesproken geweest door een ander bedrijf. Heb ik een overstap gemaakt, waardoor ik helaas mijn coachactiviteiten moest stopzetten. Dat was niet combineerbaar. Dat was een fijne ervaring, maar ik miste het coachen enorm. En dan heb ik de keuze gemaakt om echt terug de opstart te maken. Ja. 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 Dat is natuurlijk een traject, hè? Dus dat is nog helemaal in opstartende fase. Ik zou daar graag nog andere activiteiten naast plaatsen, maar op dit moment puur als coach. Ja. Ja, mooi. Kun je misschien even vertellen over jouw professionele achtergrond? Want je was Ja. wel al een aantal jaren aan het werk, neem ik aan, voor je de stap Ja. gezet hebt naar het coachen. Klopt. Ik heb altijd wel al geweten dat coaching iets was waar ik iets mee wou doen. En op zich, ik heb vrij lang gestudeerd tot mijn 25, maar om op je 25 zonder ervaring te starten als coach, dat is gewoon niet haalbaar. Dat is niet realistisch, ook niet zo geloofwaardig. Dus ik heb dan de keuze gemaakt om in HR te stappen als consultant. En zo ben ik eigenlijk stelselmatig in het coachen gerold, met ook de nodige opleidingen uiteraard. Maar dat ik eigenlijk vanuit HR die ervaring kon opdoen en zo tot coach kon doorgroeien. Ik hoor je zeggen, ja, eigenlijk op je 25ste niet haalbaar, niet geloofwaardig. Ik hoor daar dan je zegt van ja, je moet toch wel de nodige professionele kilometers al op de teller hebben, zeg maar, om echt je te kunnen vestigen als zelfstandig coach. Op die leeftijd toch wel. Ik denk dat het wel mogelijk is om van nul te starten na een opleiding met dan een andere background. Maar op mijn leeftijd vond ik dat toch wel belangrijk om die HR-ervaring te kunnen voorleggen aan de klanten, hè? Om Ja, daar begrijp te ik. kunnen verder opbouwen. Ja. En vanwaar de keuze voor Better Minds om daar een opleiding te volgen? Wel, mijn toenmalige werkgever zit ook hier op de site nog altijd. Er was al contact. We zijn in verschillende gesprekken samen gaan kijken van oké, kan er een mooie samenwerking uit ontstaan? Zitten onze waarden in dezelfde richting? En dan is dat natuurlijk ook met mij besproken geweest, omdat dat iets is dat ik los van de werkgever toen ook wel graag voor mezelf wou beslissen. Waar ga ik mijn basis leggen als coach? En ik stond daar ook helemaal achter om met Better Minds samen te werken. Als externe zal ik zeggen, leek het mij toen heel kwalitatief. Ook de evidence-based basis. Ook wel een heel warme uitstraling. Dus ik dacht, oké, daar wil ik meer van weten. En dan zijn we in gesprek gegaan, ben ik die opleiding gestart en het bleek ook effectief hoe dat ik het mij had ingebeeld. Dus dat is wel heel fijn. Ja.
dat is inderdaad. Dus Hervé, zij is eigenlijk enkele jaar geleden al gestart als coach. Heeft dan een korte pauze genomen en is eigenlijk nu volledig zelfstandig als coach onlangs weer aan de slag gegaan. We hadden het over haar opleiding en ja, hoe zij zocht naar eigenlijk een combinatie van zowel een warme sfeer, een plek om thuis te komen, als natuurlijk ook een inhoudelijk sterke opleiding, evidence-based. Mm-hmm. Wat is jou vooral bijgebleven uit je opleiding? Wat waren zo de aha-momenten dat je dacht van, dit is echt iets waar ik iets mee wil doen? Ja, wel, het mooie is, gestart vanuit de theorie. Die gegeven wordt door toch wel echt experts in het vak. Mm-hmm. Ik vond dat heel inspirerend om van hen les te mogen krijgen. En de aha-momenten zaten voor mij in het gaan vertalen van die theorie naar de praktijk. Dus dan kwam ik eigenlijk mijn eigen case, ging ik op elkaar oefenen. En als je zelf door die ervaring gaat, dan komt dat binnen. Dus dat waren voor mij de momenten dat ik dacht van wauw, oké, hier heb ik ook als persoon, los van mijn toekomstige rol als coach, hoe dat ik er toen in zat, heb ik ook gewoon heel veel aan. En dan wordt het ook ineens heel makkelijk te begrijpen en vast te pakken. Zo. Ja. Theorie vertalen naar de praktijk en zelf door die beleving gaan, vond ik heel fijn. Ja. Welke specialisaties heb jij dan nog na de basisopleiding gedaan? Loopbaancoaching, ja. Dus ik heb inderdaad basisopleiding, omdat het toch wel nog noodzakelijk was naast mijn HR-ervaring. En gewoon starten bij de basics, ik denk dat dat ook altijd goed is. En dan van daaruit naar de loopbaancoachopleiding gegaan. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus jij hebt de ambitie om specifiek loopbaancoaching te doen? Denk je nog aan andere zaken? Dus nu ben ik puur aan het loopbaancoachen. Ik heb nog verschillende ideeën. dat staat bij mij nooit stil. Ik heb mij ingeschreven voor de veerkrachtopleiding, dus stress- en burn-out coaching. Ja. Hopelijk kan ik dat dus vanaf mei ook mee gaan aanbieden. En ik zou heel graag op een bepaald moment misschien nog richting organisatiecoaching gaan. Ik denk ook nog aan andere zaken, maar dat wil ik stap voor stap opbouwen. Ja. Ja. Mijn rode draad daarin gaat toch wel ook een beetje zijn thema's die nauw verwant liggen aan zelfleiderschap. Mm-hmm. Is vanuit bewustwording je eigen gedrag gaan sturen. Ja. En ik zou het heel fijn vinden om, oké, loopbaancoaching, misschien iets rond hoogsensitiviteit op termijn. Ja. En dan stress en burn-out. Ja. Ja, dat zijn zo de meest concrete ideeën op dit moment. Mm-hmm, ja. Dat is een heel mooi pakketje. Ja? Ja. Misschien nog even recapituleren. We hebben Hervé Darmon bij ons vandaag. Zij is opnieuw gestart als coach na een korte pauze. En ze deelt graag haar ervaringen en hoe het gaat als beginnend coach. Hoe je eigenlijk jouw plekje op de markt kan veroveren. Daarover, welke vraag merk jij dat momenteel eigenlijk het meest prangend is bij de mensen? Zo, waar zitten de meeste noden? Vanuit het verhaal van de loopbaancoaching, hè? Ja. Ja. De grootste nood zit in de ontdekkingstocht naar wie ben ik nu? En vaak hebben ze daar wel al een idee van. Hè? Mensen die naar een loopbaancoach komen, die hebben wel eens nagedacht. Mm-hmm. Maar die geraken er op een of andere manier niet uit of zijn op zoek naar een spiegel om voorgehouden te krijgen. Of een soort van sparring partner. Wie ben ik? Over wat gaat dat dan? Ja, wat zijn mijn talenten? Waar haal ik energie uit? Waar haal ik helemaal geen energie uit? En hoe komt dat dan? En dan dat verhaal, die inzichten eigenlijk leggen naast... wat vertelt mij dat over mijn job van vandaag? Ja. En wat kan mij dan nog vertellen over mogelijke andere perspectieven naar de toekomst toe? Mm-hmm. Dus echt die ontdekkingstocht. De honger naar... wie ben ik? Ja, ja dat voel ik het meest. Het is mooi parallel hoe dat die eigenlijk bij jou zelf ook heeft vormgegeven. Ja, klopt. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
Hoe heb je het aangepakt eigenlijk om je dan zelfstandig te gaan vestigen als coach? Mm-hmm. Ik ben een dochter van twee zelfstandigen, dus ik zeg dat al heel lang. Dat is misschien raar op die jonge leeftijd, maar ik zeg dat eigenlijk al van bij het afstuderen, van op een dag wil ik als zelfstandige starten. Maar ook weer een beetje hetzelfde verhaal als wat ik daarnet zei. Ja. Hè? Eerst ervaring opdoen en dan de sprong wagen. En het was ergens voor mij ook het juiste moment in mijn leven. Mm-hmm. Omdat ik echt ook wel voelde van, oké, waar haal ik energie uit? Als we in dat verhaal gaan kijken. Dat was niet meer in het fulltime bedrijfsleven. Mm-hmm. En dan heb ik gezegd van, oké, ik ga de sprong wagen. Omdat ik ook echt intern voelde van, ik heb er zin in. Mm-hmm. En als die motivatie groeit, dan gaat dat ook gemakkelijker. En dan heb ik met mijn ouders gesproken, met andere mensen uit mijn netwerk, andere freelancers. Van kijk, hoe hebben jullie dat aangepakt? Heb ik mij een hele goede boekhouder gezocht. Heel goed door laten adviseren. En dan B2-nummer aangevraagd en gaan, ja. Ja, ja. Ja. Over dat gaan, hè, dat is iets waar heel veel mensen zich toch wel vragen bij stellen van ja, hoe kom ik aan mijn eerste coachees als ik van nul moet starten? Hoe gaan de mensen mij vinden? Dus heb je een antwoord op die vraag gegeven? Ik was natuurlijk daarvoor al actief als coach, dus ik heb daar een klein beetje op kunnen verder bouwen. Langs de andere kant, ja, moest ik ook wel terug de eerste stapjes richting nieuwe klanten zetten. Hè. Ik heb wel heel veel gekeken naar dat netwerk. Hè. Dus met wie heb ik al contact gehad in het verleden? Mm-hmm. Zowel andere freelancers qua doorverwijzing, omdat ik daar wel potentieel in zag. Dan natuurlijk de samenwerking met Better Minds. Ja. Dan heb ik ook terug contact opgenomen met mensen die ik vroeger gecoacht had. Laat weten van, ik ben terug opgestart. Daar zijn ook een paar dingen ook uitgekomen. En ook bijvoorbeeld ex-klanten in het bedrijfsleven. Ik denk dat daar enorm veel potentieel nog in zit, in het bedrijfsleven. Daar moeten ook mensen gecoacht worden, of we willen ook mensen gecoacht worden. Ja. En dat kan ook met loopbaanchecks, wat heel veel mensen niet weten. Mm-hmm. Of niet bij stilstaan. En dan wordt zo heel hard op die particuliere markt gefocust. Ja, en zo eigenlijk een combinatie van. En zo zijn die eerste klanten gekomen. Ook social media ben ik terug opgestart, want dat weet ik uit het verleden dat je daar sowieso iets uithaalt. Heb je het dan over LinkedIn of eerder Instagram? Ik heb voornamelijk in het verleden gewerkt met LinkedIn en Instagram. Instagram was in het verleden vanuit mijn persoonlijke, dat heb ik nu ook apart opgemaakt. Ja. Facebook heb ik zelf geen ervaring mee voor mijn coachings aan. Dat gebruik ik enkel privé. Maar ja, al is het uit eigen netwerk op hun Instagram. Je zegt van, de tante van een vriendin heeft nood aan loopbaancoaching. Dus voor het goede begrip, het zijn geen advertenties, het is echt content dat je plaatst. Ja. Gewoon content. Je aanbod duidelijk maken, wie je weet wat je doet. Ja. Ja. Dus eigenlijk ook echt achter de schermen laten zien van in de coachingspraktijk, met wat zijn we bezig? Uiteraard anoniem voor mijn coachees. Maar en dan af en toe eens een artikel schrijven of eens wat tips delen of die zaken. Ja, ja. Okay. Dat helpt. En heb jij een thuispraktijk op dit moment? Ja, dus in mijn appartement, ik heb een twee slaapkamer appartement, heb ik een van de twee kamers ingericht als praktijk. Ja. En dat kwam ook perfect uit met in de gang een wachtruimte, dus dat is wel heel fijn dat ik dat zo thuis kan doen. Ik coach ook wel online, ik bied dat aan. Mm-hmm. Nu moet ik wel zeggen, sinds COVID zijn er heel weinig mensen dat daar nog voor kiezen. Ja. Maar ik bied het wel aan. Ja. En ik ga ook heel vaak naar buiten.
Dus in het park wandelcoaching. Okay. Nu niet met iets weer, maar nee, ja. Ja, dus ja. Voilà. Oké. Okay. Ja. Ja, hoe zie jij het verder? Heb jij een duidelijk plan van aanpak? Ik heb wel een plan van aanpak, ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat te hebben. Mm. Maar met de nodige flexibiliteit daarin. Omdat je toch nooit echt... Ja, er komen soms ook dingen op je pad. Ja. Dus ja, ik probeer daar een balans in te vinden. Ik heb voor mezelf een plan gemaakt, maar ik stuur dat ook heel regelmatig bij. En ik denk dat het einddoel hetzelfde blijft als in... idealiter een mooie praktijk naar een fulltime uitbouwen. Als je spreekt over een fulltime, hoeveel coaches per week denk je dan? Wel, ik vind, ik coach enorm graag, maar de coaches onder ons weten ook hoe intensief dat is. Dus een sessie is al makkelijk 1,5 uur. Mm-hmm. Ik vind 2, max 3 sessies per dag. Ja, dat is echt wel voor mij mijn maatstaf. Okay. Om dan te zeggen, ik doe dat 5 keer per week. Ja. Voor mij persoonlijk is dat te veel. Ja. Waarom? Omdat ik graag nog andere dingen daarnaast doe. Om mezelf ook getriggerd te houden. Mm-hmm. Maar ook, je moet je ook elke keer voorbereiden. Dus dat zit daar ook nog bij. Je krijgt eigenlijk moeilijk een dag gevuld met enkel... coachings, hè? Dat je ook nog mailverkeer moet doen, voorbereiden, ook altijd even terug, daarna neutraliseren. Ja. Hè? Dus voor mij, als we het dan hebben over op weekbasis, denk ik aan 2, max 3 dagen per week, hè? Van 2 tot 3 sessies per dag. Ja, dat is een ideaal scenario. Ja. Voor jouw werkbaar. Ja. Maar dan gaan we terugkijken richting soft HR opdrachten. Dus echt als consultant, kortere termijn opdrachten, langere termijn. En dat kan dan gaan rond het geven van trainingen. Of echt mee bepaalde HR-trajecten opvolgen. Advies geven, die zaken. Ja. Ja. Als er iemand echt volledig voor het coachen zou willen gaan, dus niet in combinatie met nog andere opdrachten, hoeveel coaches zouden zij dan per dag of per week moeten zien om het leefbaar te maken? Dat is natuurlijk een individuele rekensom dat we dan moeten maken. Ja, dan moet je er wel naar meer gaan, hè? Ja. Dus dan zou ik toch zeggen, eerder richting 5, 6 per dag. Ja. Je kunt ook de keuze maken om bijvoorbeeld elke keer in blokken van een uur te coachen. Mm-hmm. Moet je met jezelf ook aanvoelen wat dat daar... Ik vind het heel fijn om in blokken van 1,5 uur te werken. Mm-hmm. Omdat je dan iets langer de tijd hebt, iets dieper kunt doorwerken. Maar dan zou ik toch zeggen 5, 6 per dag. Kan meer, maar dat wordt wel heel pittig. Ja, dat lijkt me wel. Ik geloof er persoonlijk niet in. Je kunt eens bijvoorbeeld 2 sessies na elkaar doen, maar om er 3, 4 vlak na elkaar te doen, dat is pittig. Ik vind dat iets anders dan een dokter dat elk kwartier, want dat gaat over bepaalde symptomen, maar dat gaat niet over een heel persoonlijk verhaal tot in de diepte gaan uitpuren. Sommige coaches werken ook wel eens graag op... werken ook wel eens op zaterdag. Want dat is ook wel een ding dat die vraag soms komt. Niet iedereen is overdag. Dus je moet er ook rekening mee houden. Dat is iets waar ik in het begin niet over had nagedacht. Eigenlijk heel logisch. Mm-hmm. Dat je ook sowieso eigenlijk 1 avond in de week, soms 2, moet zeggen van kijk, dan ben ik ook beschikbaar als coach. En dan is het ook altijd interessant voor jezelf als er dan verschillende avondaanvragen binnenkomen, om dan zelf je grens te gaan bewaken van oké, ga ik dan meer avonden vrijhouden? Klopt. Heeft invloed op mijn privéagenda? Mm-hmm. Of ga ik bijvoorbeeld doorverwijzen naar een collega? Ben je daar al tegenaan gelopen? Tegenaan gelopen, dat is misschien veel gezegd, maar wel dat ik er zo... wat mijn worstel misschien van je bent natuurlijk ook opstarten, dus je wilt graag zoveel mogelijk klanten wel kunnen helpen.
Maar ik wil ook niet meer dat mijn privé leidt onder mijn werk. Niet meer, hoor ik je zeggen. Ja, niet meer. Dat je in het verleden wel ervaren hebt. Ja. Dat is ook de reden waarom ik uit het bedrijfsleven ben gestapt. Omdat dat echt, ja, als consultant zit je echt 9-to-5. En niet 9-to-5 eigenlijk, en beyond. Aan een serieus tempo door te gaan. En ik ben iemand die houdt van verdieping, kwaliteit. Van ook eens kunnen zeggen, ik pak nu een break. En dat ging... Ik had te weinig tijd om op te laden. Hmm. Ja. En dat vind ik nu wel enorm terug. Maar ja, ik struggle daar soms wel natuurlijk een beetje mee. Van oké, ik kom me aanvragen. En goh, ik had eigenlijk dan het vrijgehouden voor mezelf. Ja, dus ik probeer wel mijn grenzen aan te geven. Ja. Maar dat is in die opstartende fase een beetje geven en nemen. Ja. Maar omdat ik het voor mezelf doe... geeft dat een heel ander gevoel. Ja, dat kan ik inkomen. Ja. De volgende vraag is dan, Hervé, welke gouden tips en tricks kun jij meegeven aan startende coaches? Als iemand jou een aantal jaren geleden een goed advies had kunnen geven, wat zou dat geweest zijn? Het geloof in jezelf is heel, heel belangrijk. Ja. Ik zeg dat nu heel gemakkelijk, want ik heb dat lang niet genoeg gehad om die stap te zetten. Ja. Maar op een bepaald moment ga je dat wel voelen wanneer dat het juiste moment is. Ja. En niet te streng zijn voor jezelf. Hè. Het gaat sowieso een proces zijn van trial and error. Sowieso. Ja. De eerste keer dat je foto's van jezelf moet laten nemen, hè, want dat moet als coach voor je personal branding, dat is heel spannend. Dat is heel raar. Mm-hmm. Die eerste post op LinkedIn... Zeker als je uit het bedrijfsleven komt en je moet het dan ineens helemaal zelf gaan. Dat is heel eng. Ja. Maar dat komt wel. Als je dan fijne reacties krijgt van je coaches, van andere mensen, dat je dingen zien voorbij komen, dan komt dat. En dus straft jezelf ook niet te veel af van die eerste post of die eerste paar posts, die zijn misschien niet ideaal. Ja. Nee, dat is een proces. Waar je in moet groeien. Ja. Dus dat is wel echt een tip. Ik geloof er ook wel echt in dat door vertrouwen te hebben, dat het goed komt. En door elke dag er actief mee bezig te zijn, dat de dingen ook wel op je pad gaan komen. Ik merk dat door een kleine post te maken, dat er ineens mensen mij terug opbellen waar ik zelf niet over had nagedacht. Van zeg, jij bent gestart als coach. Ja. En dat je eigenlijk door elke dag kleine stapjes te zetten, dat er dingen in beweging komen. Ja. En dat de connecties wel komen. En dus dat, ik denk mensen dat je kunnen inspireren, dat ook heel belangrijk is. Dus dat je eigenlijk een soort van bubbel rondom je maakt. Want je staat er dan alleen voor. En dus je coacht ook. Alleen vaak in je eigen praktijkruimte, dat je ervoor zorgt dat je met mensen kunt sparren. Zijn er andere loopbaancoaches? Ik denk dat sowieso interessant is. Dat doen we bij Better Minds ook. Mm-hmm. Intervisiemomenten, zeer belangrijk. Een WhatsApp-groep, als we eens met een vraag zitten. Mm-hmm. Maar ook daarbuiten. Ja. Mensen die je niet alleen kunnen motiveren, maar ook feedback kunnen geven. En die u ook een spiegel kunnen voorhouden. Ja. Ik ga zelf ook naar een coach om mijn eigen te blijven in vraag stellen. Ja. Om ook met die persoon te kijken van oké, waar loop ik tegenaan? Hoe komt dat dan? Ja. En dan heel ontwikkelingsgericht gelijk naar een coach toe gaan kijken van oké, wat heb je nodig om uit die situatie te geraken? Hè? Welke stappen moet je zetten? Dus dat vind ik ook wel heel waardevol om zelf naar iemand te gaan die je begeleidt in dat proces. Ja. Ja. Ik denk een hele slimme tip. Ja. Ja. Hoe overleef je een mindere maand? Hoe hou je jezelf dan rustig en blijf je geloven dat één verloren wedstrijd is? Ik ben daar eigenlijk vrij rustig onder. Het ding is...
ja, dat ik zelf wel iemand zuinig ben ook. Ik kan daar vrij rustig onder blijven. Ja. En we gaan daar ook niet ik kan daar heel eerlijk in zijn. Ik heb ook spaargeld. Dat ik de voorbije jaren, of dat ik dan iets op een beter moment wat aandik. Ja. Zie je al bepaalde patronen doorheen het jaar? Drukkere periodes, minder drukke periodes? Of valt dat een moeilijke lijn in te trekken? Goh, sinds mijn heropstart, dat is nog te kort om dat echt te zeggen. Wat ik uit het verleden wel weet, is dat de zomervakantie sowieso rustiger is. Dus dat lijkt mij ook normaal. Ja. En wat ik ook nog weet uit het verleden, is normaal rond de jaarwisseling, maar ik kan daar nu... Ja, nu moet ik mezelf tegenspreken, want nu heb ik wel veel aanvragen. Mm-hmm. Wat dat vroeger niet was. Ja. Dus is daar iets in het algemeen gekeerd? Is dat nu toeval? Dat weet ik niet. We zijn nog steeds met mensen bezig, dus een exacte wetenschap zal het niet zijn. Nee, dat is zo. Oké, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Is heel graag gedaan, jij bedankt. Bepaalde zaken die je zelf graag mee wil geven? Ik denk op dit moment niet. Ik denk dat ik volledig alle dingen heb meegegeven die ik graag wou delen. Waar ik aan dacht dat belangrijk zijn om mogelijk mee te nemen als je wil starten. Ik denk dat ik volledig ben geweest. Dus we willen nog heel erg veel. Dankjewel. Zo, dat waren de tips, tricks en ervaringen van Hervé. Ik hoop dat je er zeker iets aan gehad hebt en dat je nu je sterk voelt om ervoor te gaan. Want dat is zo'n mooie loopbaankeuze, denk ik, dat we mogen zeggen. En ook voor jou heel veel succes. Was dat juist? Ja, is waar. Straf. Ja.